Tradicito, kuzinetje. Jos, jij bent kunstenaar en jij maakt aardmannetjes. Ik maak aardmannetjes. Ik woon langs de Schulpweg. Daar heb je een slootje, zit klei langs. En ik heb ontdekt dat je gewoon met een vuur, een houtvuur, in een vuurkorf, dat wordt al warm genoeg om klei tot steen te bakken. Nou, dat is een hele mooie, traditionele, mooi ambacht, wat ik toen ontdekte. Dus toen heb ik een vormpje bedacht, wat niet echt groot is, maar wat je wel kan bakken in een vuurkorf. En dat is een aardmannetje geworden. Het basismateriaal, dat is de klei uit de sloot. Aardmannetje heeft een baard van klei uit Spanje. En klei uit Italië, dat is de kleur van zijn bovenkant. En aan de achterkant zie je een geboortestempeltje en een serienummer. Nummer 4069. Nou, dat wordt allemaal met de hand gemaakt. Het is een streekproduct, noem ik het. Wat ik daarvoor nog meer nodig heb, dat is een mal van gips. Daarin duw ik dus een klontje klei ter grootte van de aardman. En dan, als die gedroogd is, dan kan die het vuur in. Okay. Dit blaadje dat zit bij de aardman. En hij vertelt in het kort over zijn avonturen, plaatsen waar hij al geweest is. En ook hoe die gemaakt wordt. Ik verkoop ze per stuk. En soms dan vinden mensen het ook leuk om een hele een familie van aardmannen te kopen. En als relatiegeschenkje uit te delen.